Toon durf, doe wat. Alleen het moet allemaal veel sneller. Het werd een aantal malen gedaan. We praten in Nederland vaak lang. Wat is daarvoor nodig? Ze hebben nog 90% te gaan. Van Rempel, het kabinet heeft het begrepen. Het is bijna een jaar geleden. Prinses Maxima was erbij, oud-minister Sibylla Dekker ook. En maar liefst 44 vertegenwoordigers van bedrijven en overheidsinstellingen. Allemaal tekenden ze een overeenkomst waarin concrete maatregelen werden beloofd om meer vrouwen aan de top te krijgen. En Sibylla Dekker was dik tevreden. Deze week maakt de taskforce onder leiding van Sibylla Dekker bekend hoe na een jaar de stand van zaken is. En is ze nog steeds zo tevreden? Ik ben zeker tevreden. We hebben de eerste 47 ondertekenaars van vorig jaar hebben nu hun startmeting ingeleverd. En onze commissie Monitoring Talent naar de Top heeft het gemonitord wat de streefcijfers zijn van de verschillende bedrijven en organisaties. En wat we daar zien is dat bedrijven zeker een ambitie hebben. Gemiddeld zijn er op dit moment 17% vrouwen in de top en de subtop van de drie sectoren die we nu kunnen onder de loep hebben. En zij willen toe naar 25% in 3 tot 5 jaar. En dat is toch een hele mooie ambitie. Wat gaan de bedrijven die getekend hebben nou eigenlijk concreet doen om meer vrouwen aan de top te helpen? Om hun ambities te realiseren zetten ze heel sterk in om één de pijplijn goed te vullen. Hè, zodat er echt aanwezig potentieel is. En dat ze in hun werving en selectie natuurlijk acties ondernemen. Zodat ze ook aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Twee, dat ze in het arbeidsklimaat en de omstandigheden ook aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Bijvoorbeeld dat er meer flexibiliteit wordt geboden. En ten derde is dat ze ook vrouwen kunnen laten doorstromen. Zodat het management ook ervan overtuigd is van de kwaliteiten die vrouwen inbrengen. In hun deskundigheid, in hun vakmatigheid, maar ook in hun persoonlijkheid. En dat betekent dat je natuurlijk als management natuurlijk ook goed moet weten hoe je de mensen, je eigen mensen, kunt aansturen. Nou, dat is een kwestie van leren samenwerken met diversiteit. De kansen daarvan zien en dan vervolgens ook kijken hoe de mogelijkheden zijn, ook voor vrouwen, om door te stromen. Dus instroom, de doorstroom en het behoud van vrouwen, dat is eigenlijk het belangrijkste waar het om gaat. U gaat elk jaar dit soort metingen doen. Waar staan we nou volgend jaar? Ik hoop dat we volgend jaar, wat het aantal ondertekenaars betreft, we hebben er nu 63 en op 3 juni hebben we weer een grote bijeenkomst om dat weer te vieren. En ik hoop eind van het jaar ook totaal 100 bedrijven te hebben die ondertekend hebben. Dus in aantal hoop ik dat we vooruit gaan en een versnelling krijgen. En steeds meer bedrijven uit verschillende sectoren zullen ondertekenen, vrijwillig. Maar dan is het ook niet meer vrijblijven, dan ga je er ook echt iets aan doen, aan die diversiteit, ook aan de top. En daarnaast hoop ik dat we echt zien dat de ambitie die de bedrijven nu hebben, ook sterk worden waargemaakt. Het zijn hun eigen ambities, hun eigen doelen. Het enige wat wij doen is faciliteren en laten zien wat er kan gebeuren en de bedrijven met elkaar in contact brengen. Zijn bedrijven eigenlijk wel ambitieus genoeg? Bedrijven zijn absoluut ambitieus. Als je kijkt naar het percentage wat we nu hebben, is het gemiddeld 17% vrouwen aan de subtop en de top. De bedrijven willen naar zeker 25%. Voor de Rijksoverheid geldt dat nog meer. Maar 25% zou heel mooi zijn. Dat is een goede ambitie. En nu waarmaken. Volgend jaar zullen we het zien. Bedankt voor dit gesprek, mevrouw Dekker. Dankjewel.